Volgens de Belgische minister van Welzijn moeten we meer ons best doen voor onze relatie. Zijn oplossing? Een nationale seksdag. De zuidenburen moeten op donderdag verplicht met elkaar het bed in. Is dat ook iets voor Nederland? Wij testen de stemming in Den Haag. In België roept de minister op tot een nationale seksdag. Is dat een goed idee voor Nederland? Ik denk het niet. Waar hebben ze toch in godsnaam over van? Zijn er nou niet andere dingen waar ze zich druk over moeten maken? En vooral die Belgen momenteel met het verdrag met Canada. Ik denk dat ze daar de aandacht maar op moeten vestigen. Oh, een nationale seksdag. We moeten er niet aan denken overigens van dat we zouden allemaal verplicht worden vanavond onder de dekens te kruipen. Dat is onwerkelijk. Ik vind het een beetje raar. Eigenlijk gewoon, het is geen goed idee. Daar kan ik eigenlijk niet echt een oordeel over geven, maar ik vind het een beetje raar. Ja, in België is dat op de donderdag normaal gezien. Dan kunnen koppels het beter uithouden met elkaar. Ik denk dat dat in Nederland ook wel van de goede toepassing zou zijn. Tot de Nationale Seksdag op donderdag. Is dat een goed idee voor Nederland? Nee, donderdag komt mij niet uit. De politiek zou zich hier niet mee moeten bemoeien. Helemaal niet, dat moet je zelf uitstralen gewoon. En vriendelijk naar de mensen toe een keer. Dat kan toch altijd? Christian, jij komt uit België. Het schijnt dat het daar heel normaal is dat je op donderdag seks hebt met elkaar. Blijkbaar. Ik weet er niet zoveel van. Ik weet dat er pas een voorstel van is gedaan en dat er de laatste tijd heel veel gedoe van is in de media en zo. En dat een heel groot onderwerp is de laatste tijd, maar zelf weet ik er niet zoveel van. Waarom is het een goed idee, een Nationale Seksdag? Omdat nu tegenwoordig heb ik gehoord dat er veel koppels niet meer lang met elkaar uithouden. En als er nu regelmatig seks wordt gemaakt, liefde wordt gemaakt, dan zou dat misschien een beetje langer kunnen gaan. En is het dan noodzaak dat het één dag is of kan het ook op meerdere dagen in de week Nationale Seksdag zijn? Daar zou ik niet over kunnen meespreken, maar als het meerdere dagen zou kunnen zijn, zou ik het toch wel accepteren. Ik vind eigenlijk dat iedereen dat voor zichzelf mag bepalen wie wanneer wat met wie wil doen. En als dan de regering of de politiek daar een bepaalde dag voor in het leven moet roepen. Ik snap het idee wel dat iedereen meer moet liefhebben misschien, maar om dat dan op een dag in de week af te spreken vind ik vreemd. Nationale Seksdag is overdreven. Dat is overdreven, ja. Ja, absoluut. Doe jezelf, straal je vriendelijkheid uit of belangstelling naar anderen. Dat moet niet een speciale dag zijn. Dat kan toch elke dag even?